Een goede vriendschap is heel erg zeldzaam. Moet je koesteren en daar zou je ook alles voor over moeten hebben. Dus als iemand die heel dicht bij je staat ruzie heeft met een ander, dan heb je ook ruzie. En het maakt niet uit dat je zelf geen problemen hebt met deze persoon. Waarom? Loyaliteit boven alles. Stel voor, hè, jouw beste mattie heeft beef slash ruzie met een andere mattie. Die gewoon eigenlijk een normale mattie is. Je kent hem gewoon hallo van hallo. Zou jij loyaal zijn naar je mattie en beef met hem hebben? Of niet? Nee man, nee? Ik ga geen partij kiezen. Ten eerste, het heeft niks met loyaliteit te maken, want het is tussen hun twee. Ja. Dus zoeken het maar lekker uit. Als hij raar gaat doen tegen mijn mattie, dan ga ik wel voor mijn mattie opkomen. Ja? Ook al is jouw mattie fout geweest? Nee, dan zeg ik gewoon tegen mijn mattie, ik ben fout geweest. Maar je zal hoe dan ook, wat dan ook, voor je mattie blijven. Ja. Nee, natuurlijk heb ik geen beef met die mattie. Naar wie moet je loyaal zijn? Zijn allebei je matties. Ja, maar één is je beste mattie, hè? Ja, één is mijn beste mattie. Nee, dat is hun eigen zaak, hun eigen probleem als ze beef met elkaar hebben. Ja. Ik zou die andere gewoon gaan aanpakken. Kijk, ja? Jij zou dat wel doen? Ja, ik. Maar is dat niet een beetje kinderachtig? Dat je gewoon denkt, ja, zou je niet wijs zijn en gewoon... Ja, dat ga ik als eerst doen. Maar ja, als het maar door blijft gaan, dan moet je wel wat gaan doen. Ja, maakt niet uit. Maar je gaat niet partij kiezen voor iemand, weet je. Dan krijgen we ruzie met die anderen. Maar het is toch wel jouw beste vriend of vriendin die gekwetst. Ja, zo. Dat is wel een hele goede reden. Nee, maar dat is een beetje kinderachtig, joh. Ja. Dat is echt high school, Tori. Ja, mijn vriendinnetje. Hoe loyaal ben jij naar jouw vrienden? Ik moet zeggen, best wel, ja. Maar voor mij zijn niet iedereen vrienden. Wat is nou de definitie van een hele goede vriendin of vriend? Je kan er altijd vertellen. Altijd voor elkaar zijn. Vertrouwen is en die voor je klaar staat. Nou, als je ergens mee zit, dan kun je gewoon echt met elkaar praten. Eerlijk tegen elkaar zijn. Gewoon zeggen wat er is. En vanuit daarvan conclusies maken. Dat vind ik loyaal zijn. Nee, ik heb de laatste tijd dat ik echt in de shit zat. En toen heb ik wel gezien wie mijn vrienden waren. Er waren maar echt één of twee. Ben je wel eens teruggesteld geraakt in goede vrienden slash vriendinnen? Ja, heel erg. Vertel. Ik was uitgegaan en met een vriendin en toen bleek dat zij al mijn geld had gestolen. Serieus? Ja. En het was een van je beste vriendinnen? Ja, toen die tijd wel, ja. Voor jou was die vriendschap veel meer waard dan spullen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Daarom ik gaf gewoon alles aan hem, maar op een gegeven moment ging hij er gebruik van maken. En daar ga je ook achter komen. Ja. Nou, toen heb ik het gewoon laten gaan. Hij mocht ook alles houden gewoon. Om hoeveel geld ging het? 30 euro. Ja, niet veel, maar toch. Voor jou gaat het om de principe. Ja. Is het meer een vrouwending of is het ook best wel een jongensding? Een vrouwending. Mannen zijn helemaal niet zo. Nee. Mannen vergeet snel. Ja, tuurlijk. Ja. Mannen zijn gewoon chill met elkaar altijd, weet je. Liever dat je vrienden tussen gasten gaat altijd beter dan vrouwen onder elkaar. Komt het nog, denk je, goed tussen jou en je vrienden? Oh, nee. Ik heb al heel lang geen contact met haar. Nee. Maar stel voor dat je er nog een keertje tegenkomt op straat. Oh, dat wil ik te slaan. Wat is jouw boodschap aan mensen die voor niks beef hebben met gewoon matties onder elkaar? Fuck die hele beef. En word vrienden. En denk goed na voordat je wat doet en met je omgaat en wie je kan vertrouwen. Mensen die gewoon problemen zoeken, laat het zelf oplossen. En mensen zoeken geen ruzie met elkaar. Weet je? God bless everyone.